Ja, vrienden. Ja, ja, maar gaan we weer doen, hoor. Ja, ja, ja. De ijsje tikken komt er zo aan. Maar eerst even... Kijk, in Amsterdam zijn ze nu bezig... Hè, met de hele affaire Blind. Ja, en dat komt natuurlijk weer door onze vriend Van der Sar. Want bij Ajax... Ja, daar kunnen ze niet op een normale manier afscheid nemen van een Ajax-ziet. Dat weet ik nog 10 jaar geleden. Toen hadden ze daar als teammanager David Ent. En David Ent, die werd er gewoon heel erg onbehoorlijk uitgetrapt toen. Ook door Van der Sar. Ja, en dat heeft hij nu weer gedaan met Blind. Nou, vrienden. Maar in Rotterdam maken ze zich intussen over iets heel anders druk. Ja, want dit is natuurlijk... Ja, vrienden, dit is de wedstrijd van het jaar. Ja, hier gaat het om. Feyenoord-Ajax. Er is maar 1 wedstrijd in Rotterdam die gewonnen moet worden. Dat is Feyenoord tegen Ajax in de Kuip. Ajax-Feyenoord interesseert ze niet. Feyenoord-Ajax. En die willen ze winnen. In de laatste 10 jaar... 3 keer heeft Feyenoord maar gewonnen. 2012, weet ik nog, 4-2. Met die doelpunten van Guidetti. Toen zat ik in de Kuip. Ja, in 2015 wonnen ze met 1-0. Ja, voor de beker. In 2019, dat was die 6-2. Ja, en die weten ze, die kunnen ze nog steeds allemaal herinneren. In Rotterdam, want het is gewoon nog steeds een nationale feestdag. Die 6-2. Nou, en vrienden, ja... Als Feyenoord een kans heeft om te winnen van Ajax, dan is het wel nu. Want die Schreuder, die krijgt Ajax, terwijl Ajax gewoon op papier gewoon de betere spelers heeft. Die Schreuder krijgt Ajax niet aan het voetballen. Nee, nee. Want we zien geen plezier in het voetbal daar. En we zien geen combinaties. En noem het allemaal maar op. En bal veroveren ook niet. Dus... Feyenoord heeft nu een kans. Het Ajax speelt echt als een dronken man die op zoek is naar zijn voordeur. Nou, goed vrienden, luister, daar gaan we dan. Het is zover. Het grote moment is aangebroken. Het eitje tik. Zijn jullie er ook klaar voor? Nou, daar komt hij hoor. Over de spanningen. Ja, want die eieren hebben vaak wel gelijk. Ja, ik vind het ook weer leuk. Nou, daar komt hij hoor. Het zijn hele kleine mooie eitjes, hè? Ja, nou, dan gaan we hoor. Ja, daar komt ie. 1, 2, 3. Boom, kapot. Ajax is kapot, vrienden. Dus Feyenoord wint. En dan gaan jullie natuurlijk weer zeggen, dat gebeurt altijd. Ja, die is uitgekookt. Nou, let op. Daar komt ie aan. Hier. Ik pak een mes. Hier, ik pak een mes. Ik laat het ei nog steeds in beeld zien. Hier. En dan ga ik met het mes even laten zien wat er gebeurt. Kijk, kijk, kijk. Zien jullie het? Hier. Feyenoord gaat stuk. Hier. Feyenoord gaat stuk. Nou. En dat is het dan. Feyenoord wint.